3, 2, 1. Het is een beetje veel van alles. Oh. Dit is te kort en te bloot. Oké. Okay. Jij mag ietsje sexier, ietsjes vrouwelijker. Ja. Oké. Okay. En jij mag ietsjes meer gekleed. Iets meer gekleed, ja. Dat zegt mijn vader ook altijd. Nou. Vandaag moeten we de beste versie van onszelf zijn. Ja, chic gekleed, welgemanierd en onweerstaanbaar. We leren namelijk het prachtige beroep van escort. Let's go. Hi, high-class. We zijn onderweg naar Esmee. We hebben met haar afgesproken. En zij was ook high-class escort en relatietherapeut. En blijkbaar heeft ze een hele strenge training waar niet veel mensen doorheen komen. En wij wel, hopelijk. Nou ja. Hallo. Hoi, ik ben Esmee. Hoi, ik ben Roos. Leuk dat jullie er zijn. Kom maar in. Ja, wat fijn dat we mee mogen lopen. Wij komen een handje helpen. Jullie hebben in ieder geval genoeg mee. Ja. Dat is top. Want ik ga jullie natuurlijk vandaag opleiden tot high class escort. Wow. Superleuk. Zijn dit de dames die bij jou zitten? Ja, dit zijn onze dames. Dit zijn eigenlijk dames die van zowel nature mooi zijn als van binnen mooi zijn. En dat maakt je ook echt een high class escort. Dat je mensen kan prikkelen, zowel intellectueel als met je schoonheid. Is dat echt het verschil tussen high class en normaal escort? Of dat vroeg ik me al zo af. Nou, het is niet helemaal het verschil. Een gewone escort komt voornamelijk echt voor de seks. En een high-class escort is iemand die ook echt voor gezelschap wordt uitgenodigd. Dus denk aan luxe evenementen, reisjes, diners. En er zit ook zeker wel intimiteit bij, maar dat is niet de hoofdzaak waarom ze geboekt wordt. Hoe beoordeel je dan of een vrouw in bed ook goed genoeg is en zelfverzekerd is? Ja, ik zeg altijd, ik heb hier een soort zesde zintuig, denk ik. Oh, oké. Ja, ik laat ze hier niet nog echt dingen doen of nee, zo. Nee, nee, dat dus geen het is casting niet zo coach. Dat we een soort van casting inderdaad op gaan zetten of zo. Dat soort dingen doen we allemaal hier niet. Oké. Ik screen heel erg. Dus vooraf dat iemand überhaupt high class escort wordt, hebben we een heel voorselectie. Met meerdere gesprekken. Die is pittig geworden is. En die is pittig, die voorselectie. Ja, om een voorbeeld te geven, ik krijg soms meer dan 50 sollicitaties per maand. Oh, wauw. Ja. Zo. Dus dat zijn er veel. Aan? Nou, misschien eentje per maand. Oh. Maar wat gaan wij dan doen vandaag? Want wij gaan geen seks hebben met de dates. Nee. Wat gaan wij wel doen? Vandaag gaan jullie eigenlijk het stukje gezelschap oppakken. Ja. Dus jullie gaan leren hoe je bijvoorbeeld moet dineren. Wat voor leren dinner. Leren hoe je moet dineren. Oh, ja. Helemaal netjes eten natuurlijk. Ja, we gaan echte etiketten gaan we behandelen. Maar ook een stukje gesprekstechnieken. Jullie gaan iemand echt gezelschap houden op een high-class manier. High-class gezelschap? Ja. Wanneer ben je nou een goede high-class escort? Of wanneer past het helemaal niet bij jou? Ja, als je dit echt enkel en alleen voor het geld doet. Kijk, tuurlijk verdien je hier lekker aan. Daar ga ik ook niet over liegen. Dat is fantastisch. Maar het is niet je drijfveer. Want als je dit enkel alleen doet voor het geld, ga je dit niet volhouden. Maar ik voel me van buiten totaal niet high-class. En waarom en qua manier, ja, ik weet niet. Ik zeg altijd, ik ben high trash. Nee. Maar als je trash bent, kan je het wel leren. Je hebt ook de prullenbak in je oren hangen. Ja. Die moet straks uit. Ik ga me nog omkleden. Ja. Ga je deze aandoen? Ja, eventjes. Ik ga even vragen wat Esmee ervan vindt. Esmee, moet ik ook hakken aan? Ja. Ja, echt? Ja, echt. Oh, is dit een hak? Het is een derde van de hand. Oh, shit. Kijk, kijk. Ik heb dit. For the morning after. Heb je deo? Ik ruik naar pitjes kaas. Waar kijk je naar? Pitjes kaas. Oh. Ja? Sexy. Klaar voor? Wij zijn er klaar voor. We hebben de eerste outfit aan. Nou, kom maar door. Okay, 3, 2, 1. Slag nu af. Dat moet niet eens uit het hokje. Oh. Is dit classy? Het is een beetje veel van alles. Oh, leg uit. Ik kan me er niet in vinden. Ja, kijk, meestal denken mensen dat je altijd een kort jurkje aan moet hebben en dat het heel veel bloot moet zijn. Ja. Maar dan val je best wel op. Oh. En eigenlijk is de bedoeling dat je niet zo opvalt. Hè? Ja, hoezo van dan? Eenvoud en elegantie. Dus dat ze je voorbij zien lopen, dan denk ik, oh, wat een sierlijk elegante vrouw. Goh, wat zou er nog meer eigenlijk onder zitten als dat ze meteen
heel veel al zien. Want dan heeft hij nog iets spannends voor om uit te pakken. Het latere gedeelte van de date. Ja. Oké. Een cadeautje, zeg maar. Dus dit is te kort en te bloot. Oké. Jammer. Jij mag ietsje sexier, ietsje vrouwelijker. Ja. Oké. En jij mag ietsjes meer gekleed. Iets meer gekleed, ja. Dat zegt mijn vader ook altijd. Nou. Heeft hij er oprecht misschien een beetje verstand van? Ook geen buik. Buik? Mag je een beetje buik laten zien? Liever niet. Oké. Liever niet? Oh. Oké, Esmee, we hebben de tweede outfit aan. Kom maar door. 3, 2, 1. Oké. Oh. Nou, ik ben oprecht positief gebaasd. Ja? Ja. Het is wat gekleder. Ja. Maar wel sexy. Ja. Veel beter. Je ziet er heel mooi uit. Dank je. Jij ook. En voor jou is het eigenlijk ook heel erg goed. Hij is wat langer. Ja. Dus dat is goed. Hij zit getailleerd. Het voelt alsof ik in plastic folie ben gewikkeld. Oh, je kan nog wel ademen. Of dat ja, niet dat meer. Wel, maar ik moet zo lopen. Dus zouden wij nu de deur uit kunnen lopen in deze outfits en naar onze date? Voor deze proefdate is het goed. Oké. Okay. Ja, het hak over de sloot. Het hak over de sloot. Ja, oké. We gaan het zo hebben over de etiketten. Want jullie gaan op dinnerdate en dan is het heel erg belangrijk dat je de etiketten kent. Je zit rechtop. Je gaat niet met je ellebogen op tafel zitten. Oké. Okay. Dus je blijft gewoon rustig op tafel, zo. En hoe hou je een champagne of wijnglas vast? Oké. Okay. Ik weet het niet hoor. Dit denk ik? Ik drink altijd zo. En dat klopt. Oh, echt dat met is het pintje? Echt. Eigenlijk is dat wel. Echt? Ja, officieel echt? Wel. En belangrijk is, je pakt hem nooit hier aan de boven. Je pakt hem nooit hier aan de bovenkant vast. Of sommige zie ik zo. Dat kan echt niet. Ja, dat is... Het giet niet. Dat kan niet. Zorg altijd dat je dat netjes doet. Maar deze hoeft er niet met de pink, toch? Oh! Nee! 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 De wijn wordt warm en ze proost! Oké, maar dit gaat allemaal over de handelingen. Maar wat ik het spannendst vind, is hoe ik dat gesprek gaande ga laten houden. Ja, dat is ook spannend. Hoe doe je dat normaal op een date? Hoe ik het normaal doe? Ja, gewoon een gesprek voeren, vragen stellen. En dan vind je een onderwerp en daar blijf je. Maar dat is eigenlijk dit ook. Oh ja. Okay. Je leert elkaar gewoon kennen. Ik zeg altijd, het gaat niet over geloof hebben of... Kijk, natuurlijk als iemand gelooft, kan hij daar echt wel wat over vertellen. Maar ga er niet heel erg op in van het is, ik vind dit of ik vind dat. Want dat zijn natuurlijk altijd dingen, iedereen heeft daar zijn eigen theorie over. Sinds corona zeg ik, doe dat ook maar niet. Oh, ja. Want dat, dus dingen die heel erg schuren, daar zou ik het niet over hebben. Maar over heel veel andere dingen kan je het natuurlijk wel gewoon hebben. Dat is die, die ene die je veel laat seksen, toch? Nee, dat is GHB. Je gaat het al helemaal niet hebben over dat je aan de druk zit, want dat mag echt nooit. En qua flirten of aanrakingen, moet ik zo de hele tijd zo... Hoeft niet de hele tijd, maar kleine aanrakingen helpen wel. Jawel, jawel. Nou, klein, kijk, als je even rustig zijn hand pakt of zo... Ja. Als ik zeg hoi, hallo en ik doe dit, dan snap je, dat is ook een aanraking. Maar dat hoeft niet meteen heel intiem te zijn. Ja? Hoe zou je morgen dat je een lange dag? Ja, heel veel documenten. Geen gelijk, ook gezellig met elkaar. Heel goed, kijk, zie je wat ze doet? Ze schuift hem gewoon op. Kijk, zie je? Oh, kijk. Heel goed. Want tot hoe ver willen jullie gaan in de date? Hebben jullie daar al over nagedacht? Ja, het is wel een beetje, we zitten natuurlijk wel in een restaurant. En wat je zei, je moet ook niet te erg opvallen. Ik ga zelf ook niet zitten tongen in een restaurant. Eigenlijk nergens. Nee, nee. Dus maar kusje op de mond? Zo. Zou je, ja? Ja, nee, wel? Niet. Oh, ja, misschien, misschien wel. Ik wil hem op zich ook wel weer geven waarvoor hij betaalt. Dat is wel, het is wel je baan. Je moet het wel serieus nemen. Ah, zo. Ja. Dus als hij zo, maar als hij er ineens een tong in duwt, dan... Dan niet. Heb je dat ook wel eens ervaren, dat dan iemand ineens jouw grens overgaat? Ja, dat kan. Maar dat bedoelen ze echt niet altijd verkeerd. Sommigen die hebben dan gewoon even niet door dat dat niet echt het moment is. Ja, precies. Wat je dan bijvoorbeeld kan doen, dat je rustig even zegt van, dit komt straks. Oh. Dit is voor iets voor straks. Dat gaan we straks verder mee. Dat komt allemaal wel straks. Dan stel je hem wel uit, dan wijs je iemand niet af in zijn drang. Ja. Maar dan zeg je toch, het komt, maar het komt zo. Voor de volgende keer.
En dan hebben we iets om naar uit te kijken. Ja, maar ik had al mijn plannen voor vanavond dan. Maar heb jij grenzen? Dat je denkt van als je straks op date gaat van tot hier en niet verder? Ik denk dat mijn grenzen zijn... Nou, ik vind dat moeilijk, want ik weet niet met wie en ik weet niet... Maar als het allemaal mee zit, ja, dan denk ik een kus op de mond. Oké. Okay. Daar ga ik voor. Eentje. En jij ook. Is goed. Deal. Oh! En ik hoor het graag. Fijne avond. Doei, fijne avond. Kom goed van haar. Maar hoe duur is het eigenlijk om een escort te huren? Ja, het is best wel aan de prijs. Het begint vanaf 3 uur. 3 uur is €950. En dat is exclusief reiskosten. Oh ja. Dus daar starten we mee. Maar ja, dat kan wel snel oplopen. Naar bijvoorbeeld voor een week €14.500. Zo. En het eten en alles wat je gaat doen, dat krijg je natuurlijk ook. Dat komt als je er nog bij. Ja. Ja. Zijn er bepaalde regels, of nou ja, niet per se regels, maar dingen waar dames zich aan moeten houden als ze seks gaan hebben op een date? Dames hebben wel echt exclusieve designer lingerie. Als je het leuk vindt, kan ik ook een setje bijvoorbeeld laten zien. Oeh, ja. Ja? Ja. Nou, dit is dan bijvoorbeeld zo'n lingerie setje. Deze is best wel duur. Dit is namelijk ruim €2000 voor één setje. Maar het is wel heel erg mooi. Ja, ik denk wel dat het wat toevoegt in je, qua mindset of zo. Denk je niet dat het toch wel een beetje extra... Dan denk je gewoon, ik moet geen scheet gaan laten nu. Geen natte scheet. Nou ja, seks is bij ons altijd veilig. Dus ook pijpen is met condoom. Oh. Alles is met condoom. Oké. Ja, er zijn toch nog steeds mensen die denken dat je van pijpen geen SOA kan krijgen. Maar mensen, dit kan echt. Je kan ook SOA's in je mond krijgen. Ja, dat kan of je arm. Wij hebben als dame altijd 7 verschillende condoommaten bij ons. Je begint met oranje. En oranje is een beetje de gemiddelde Nederlandse maat. Van oranje ga je naar geel. En van geel ga je naar lichtgroen. Van lichtgroen ga je naar donkergroen. Dit is dan dus ook echt wel heel klein, zeg maar als in duimgrootte. Oh ja. Van ietsjes groter ga je naar rood. En van rood ga je naar roze. En van roze ga je naar paars. Ja, die paarse die ken ik wel. Ja, ik vaak gezien. Die ken je ook. Ja. Maar is het dan zo dat die man dan hier met zijn pik zo staat en dat je denkt, oh ja, oranje, hoe doe je dat subtiel? Ja, op een gegeven moment ben je hier zo behendig in, dat als je een piemel ziet, dat je aan het kleurtje denkt. Oh ja. Ja, maar wat als je ongesteld bent? Ja, je mag zelf weten of je wil werken als je ongesteld bent. Maar mocht je denken, oh, ik ben nog een klein beetje ongesteld, wat soms kan, dan hebben we daar iets voor. Oh echt? Dit zijn sponsjes en die brengen zeg maar hetzelfde in als gewoon een tampon. En nou ja, daarmee kan je dus seks hebben en ja, merk je ook niet echt dat je ongesteld bent. Voelt hij dat ook niet zitten? Nee, als je het goed inbrengt, dan komt dat helemaal goed. Maar hoe haal je er dan weer uit? Wordt hij niet helemaal in je baarmoeder gezogen? Nee, dat is er dus niet. Oh. Maar je ziet een gaatje zitten, toch? Ja. Dus je brengt hem zo in. En als je dan met je vinger naar binnen gaat, dan kan je je vinger er doorheen doen en hem naar beneden. Echt? Dit gebruiken pornoacteurs of actrices ook als ze seks moeten hebben. Beter. Ik heb wel eens gehoord van een sponsje, maar ik heb hem nog nooit gezien. Oké. Okay. En als mensen op date gaan, krijgen ze van tevoren iets te weten over met wie ze op date gaan? Of ga je er helemaal blanco in? Ze krijgen wel iets te horen, want ik vraag natuurlijk ook altijd hè, van wat verwacht je van de date? Dus als klanten bepaalde wensen hebben, ja, dan moet een dame dat natuurlijk wel weten. Want je moet weten wat je moet doen. Maar ik vraag ze ook altijd eventjes om een berichtje voor de dame vooraf te schrijven. Echt? Ja, en dat heb ik ook voor jullie. Oh. Ik heb er eentje voor. En eentje voor Roos. Ah! Jij eerst. Oké. Okay. Klant Jason. Zo. Klonk echt heel erg als een product. Klinkt sexy. Type date, dinner date, dat is wel. Mm-hmm. Kleding, casual chic, een mooie jurk met hakken. Echt? Nou. Hè? Dat scheelt. Oké. Over Jason. Je gaat op date met Jason, 38. Oké. Hij werkt zelf als acteur. Hij hoopt op een avond vol spannende gesprekken en humor. Oeh, het hoeft van allemaal niet te stijf. Nou, dat vind ik fijn, want dan hoef ik de condooms niet uit de kast te trekken. Maar wat vind je ervan? Leuk. Wat ja, leuk. Ja, wat vind je ervan? Ja, hij zegt, hij houdt ervan om grapjes te maken en zoekt ook humor in zijn date. Dat is fijn. Dat past wel bij jou. Dat past wel bij mij, ja. Ja. Nu jij. Ik stel het uit. Oké, het is echt spannend. Ik heb geen idee met wie ik op date ga. Waar hoop je niet op? Heel oud. Oh. Oké. Compagnon. Dat ben ik, Roos. Klant, Donald.
Love it. Over hem. Donald, 28 jaar. Wat? Oh, is op zoek naar een spontane, gezellige... Hé, hij is 28 jaar. Ja. Vind je dat leuk? Ja? Ja. Sorry, maar ik had echt helemaal voorbereid op iemand van 50. Oké. Okay. Een aantrekkelijke dame waarmee jij een gezellig avondje uit kan. Betaling, alles is al voldaan per bank. Oeh. Ik dacht dat ik het minder spannend zou vinden als je meer weet over je date. Schat, maar ik vind het alleen maar spannender. Dat ja, ik weet het niet. Zo, je hebt ook gewoon rode plekken. Oké, ik heb er in elk geval heel veel zin in. En Roos... Roos moet er nog over nadenken of ze er zin in heeft. Bij Roos wordt het steeds meer. Maar ik vroeg me af, stel we zijn straks op die date en ik denk echt van... Oh, wat is dit een vreselijke vent. Wat mag ik dan doen? Mag ik opstappen? Want hij betaalt wel voor mij. Ja, als iemand onrespectvol is tegen jou, dan mag je een date afbreken. En wat zijn voorbeelden dan van onrespectvol gedrag? Kijk, als iemand bijvoorbeeld de hele tijd vraagt voor seks zonder condoom, dat vinden wij onrespectvol. Okay. Of als iemand zegt, ja, maar je bent hier toch om seks alleen maar de hele avond met mij te hebben, dat is ook onrespectvol, ja. Want dat is niet onze visie. Ja. Dus er zijn er nog een aantal voorbeelden. Wat je doet, is je waarschuwt eerst netjes één keer. Als dat dan nog een keer gebeurt, dan mag je echt wel even wat harder op je strepen staan. En de derde keer zeg je, nou, als je nu nog één keer hiermee doorgaat, dan ga ik weg. En dan ga je ook echt weg. Oké. En dan bel je mij. En dan bellen we jou, ja. Ja. En dan vang jij ons op. En dan ga ik je opvangen. Sowieso, na de date, evalueer ik altijd eventjes. Hoe is het gegaan? Ben je nog ergens tegenaan gelopen? Dus dat ga ik met jullie ook doen. Volgende week gaan we dan echt aan de slag als high-class escorts. Kunnen we ons een beetje aan de etiketten houden? Ik kan meer hebben dan je denkt. Waar hebben we het precies over nu? Hebben we het nog steeds over eten? Ik weet het niet. Wees gewoon jezelf en dan... Wees mezelf, zeg ze.